verschiet mijn eigen aap. Ik zeg altijd, als je een aap verschiet, dan komt die uit de mouw. Krijg ik onze ballen terug? Welke ballen? Die ballen. Ja, kun je bewijzen dat dat uw ballen zijn? Je kunt dat niet bewijzen. Op elke bal staan de initialen van de ploeg. FCDK in kleine letters. Wel? Fernand Kostermans, de kunstantiquaire. Oh. Elke bal heeft een code. SOD-ballen worden gebruikt voor het schieten op doel. W staat voor wedstrijdbal. En de ballen met DW worden gebruikt bij droog weer. Wel, je krijgt uw ballen niet. Mijn duiven hebben rust nodig. Zoals je wilt. Hallo? Politie? Politie. Maurice de Prater van de gemeente. Het is om een diefstal aan te geven. Hier zijn uw ballen, zie. Hallo, het is in orde. De gestolen goederen zijn terecht. Bedankt voor de bereidwillige medewerking. Ja, mijn vriendjes van de politie voelt u sterk, hè. Materiaalmeesterke van niks, maar hij gaat niet blijven lachen. Is dat een bedreiging? Zijn we er zeker. Hallo, politie. Het nummer dat u gevormd heeft, is niet toegekend. Het nummer dat... Fernand. Man. Miserie, zeker. Ja. Wat lief, u bedreigt? Hij wou niet dat de kampioenen zijn duiven gingen terroriseren. Oh. We zullen hem straks eens terroriseren, hè? Pascalke geeft mij zijn kroksje. Carmijn, de keuken is gesloten. Mark en Bieke zijn de geboortelijst gaan kiezen. Allee, zo rap? Ja, maar dat kan niet rap genoeg, hè? Stel dat een baby te vroeg komt. Ja, als hem op Marksje trekt, moeten ze daar geen schrik van hebben, hè? Dat ze maar genoeg flessen op hun lijst zetten. Dat kind niet uitroept. Ja, een kinderbedje moeten ze al niet kopen, want ik heb ze dat oude van Bieke cadeau gedaan. Oh, ja. Allee, Pascal, voor uw eerste kleinkind had het toch wel wat meer mogen geven dan wat oude brol van 30 jaar oud. Maurice heeft dat helemaal gerestaureerd. Oh. Ja, dat is zo goed als nieuw. Allee. Ja, zo is mijn Maurice nu. Die maakt van iets oud en versleten iets jong en hip. Oh. Allee, dat zei de bij mij goeie handen. Hoi, Vertongen, de stapel door uw gat gaat. Awel, het heeft niet veel gescheeld. Mijn schatteke vond het nodig om de stevigheid van het kinderbedje uit te testen. Zeg, dat niet waar is, hè? Ja, is er met zijn volle gewicht ingekropen en doorgezakt. En is het erg. Ja, maar straatbeentje doet toch serieus pijn, hè? Ik heb het over de schade aan het bed. Ja, het bedje valt niet meer te maken. Ik heb toch gezegd, hè, ouwe bro? Word jij nu nooit volwassen? Ik weet het niet, maar. Mark, binnen een paar maanden word je vader. De speeltijd is afgelopen, hè, jongen? Tja, ik heb de bel toch nog niet gehoord? Mevrouw? Kan u dat even opwarmen? Ha, ik zal dat wel doen, meneer. Dank u. Kind, ik hou mijn hart vast tegen wanneer dat boeleke er is. Wat gaat hem dan nog allemaal uitsteken? Ja, Maak, ik weet het. Allee, hopelijk gaat die workshop wat helpen. Workshop? Ja, voor aanstaande papa's. Mannen die worden klaargestoomd voor het vaderschap. Mannen klaarstomen? Hoe zouden ze dat doen? En de mevrouw die de lessen geeft, die heeft beloofd dat ze van Mark een super papa gaan maken. Amai, ja. Die kan toveren zeker? Allee, Carmen, zo erg is het ook niet met mijn Mark. Allee, dat is wel. Ze is een beetje flauw. Ik zal er wat tabasco bij doen. Superpapa. Dat is mijn vriend, hè. Palasse. Allee, je gaat dus hier uw duivenkot maken. We mag niet, Vos, maar hier hebben mijn duiven geen last van rondvliegende ballen, hè. Nergens zijn mijn duiven nog veilig voor die hooligans, hè. Ja, maar Fernand, als je wilt, kun je altijd een stuk van mijn duivenkot gebruiken, hè. Nee, merci. Vos, trek me een plan wel. Ja, maar je gaat toch een oplossing moeten vinden, hè. Oeh. Als u duivenkot gaan afbreken. Afbreken? En wie gaat dat doen? De kampioenen? Dat zou ze eens moeten riskeren, zie. Nee, stedenbouw.
Er is dan een ambtenaar aangeduid om alle bouwovertredingen in kaart te brengen. Mo, wat weet zo'n ambtenaar uit Brussel daar nu van? Aha, jij hebt de gazet van vandaag nog niet gelezen. Ah, nee, Fons, ik lees de gazet maar om de 14 dagen, hè, als de mensen in het papier buiten zetten. Wel, dan zou jij binnen 14 dagen kunnen lezen dat dat geen ambtenaar uit Brussel is die er zich mee bezighoudt, maar een van de gemeenten hier. Mariske de Prater. Mariske? Die steelbederver. Welkom op de workshop van Superpapa. Ja, dag. Ik ben Mark. Ja, ik ben Mieke. En ik ga jullie voorbereiden op het schoonste moment van jullie leven. Het vaderschap. Vanaf nu gaat alles veranderen. Gedaan met uitslapen, uitgaan tot de gat in de nacht, zorgeloze momenten van zalig niets doen. Al wat telt is het babyke, hè? Maar we zullen eens testen hoezeer jullie er al klaar voor zijn door jullie zo wat situaties voor te leggen. Zullen we dat doen? Ja, dat doen we. Jullie zijn alleen thuis met babyke, hè? En je kijkt naar... De Simpsons. Ja. Maar het babytje heeft dringend een verse luier nodig. Wat doet je? Ah. Aha. Dat is een schrikvraag. Nee. Jawel. Nee. Toch wel? Nee. Dat hangt er gewoon vanaf. Waar hangt het er gewoon vanaf? Ja, dat hangt er vanaf of het heruitzendingen zijn of nieuwe afleveringen. Nee, wat maakt er nu voor een verschil? Ja, als het een heruitzending is, dan heb ik tijd genoeg om de luier te verversen. Ja. Maar als het een nieuwe aflevering is, dan moet de baby nog even wachten. Ja. Nou ja. Meent je dat nu? Ja, zo'n luier, dat gaat toch niet lopen, hè? Nee, hè, Mark, is dat... dat doen we niet, hoor. Mark, nee. In zo'n situatie verschoont je het babytje. Ja, gaan we dat onthouden, Mark? Ja, Mieke. Ja? Volgende situatie. Uw babytje houdt u wakker. Oei. Midden in de nacht. En uw vrouw is weg voor het werk, voor 2 dagen. Hoe reageert je? Wat dan in mijn oren steken? Gaat je dat echt zo doen, Mark? Ah, of helpen die niet genoeg misschien? Nee. Maar zo doen wij dat niet, hè? Nee. Oh, jij moet nog veel leren. Weet iemand anders het? Ja? Opstaan en boven gaan kijken. Allee, Mieke. Dat is nu toch veel te simpel. Nee, Mark. Dat is de enige juiste reactie. Gaan we dat onthouden, Mark? Ja, Mieke. Ja, de laatste situatie. Je bent alleen thuis met babytje. En babytje ligt op je arm. En met de andere arm roert je in de kookpot om te vermijden dat de saus aanbrandt. Hè? Maar plotseling wordt er aan de deur gebeld. Wat doet je? Ah, ik geef de lepel aan de baby en laat de baby verder roeren. Gaat je dat echt zo doen, Mark? Ah ja, Mieke. Jong geleerd is oud gedaan. Nee, Mark. Mark, kinderen... die houd je zo ver mogelijk weg van het kookfornuis. Wat dat onthouden? Nee, maar het is misschien beter gaan we over tot het praktijkgedeelte. Neem maar eens allemaal een popje. Ja, maar het is wel een cursus voor de papa's, hè, Mieke? Niet voor baby's. Als het babytje gegeten heeft, dan is het zeer belangrijk dat je het eens goed laat boeren. Ja? Willen we dat eens doen? Ja, oké. Okay. Lisa. Hé. Gaat je dat zo doen, Mark? Ja? Kijk eens naar uw buur. Kijk naar uw buur. Zo moet het, zo doen we dat. Zo hoort het. Ja? Ja? Ververs maar eens allemaal de luier nu. Mieke, is dat normaal dat die beentjes loskomen? Nee, mama. Hoi. Mieke, neem anders nog een pilletje, hè? Goedemiddag allemaal. Wat een Pascal van mij, Vieuke. En eerst geef me een goeie beste vriend Maurice een keer een goeie, lekkere,
dubbele naar ons alles, hè. Ja, mijn goeie beste vriend. Gisteren heb je hem nog bedreigd. Gisteren was gisteren. Vandaag is een nieuwe dag en een nieuwe start voor een nieuw begin met mijn goeie beste vriend. Maurice. Oh, amai. Bloeit er iets moois? Ja. Zeg, laat mijn Maurice eens gerust. Amai. Jaloers, Pascal. Fernand, ik ben al bezet en die orangeade laat hij maar zitten. Maar alleen door de mens is zijn best om vriendelijk te zijn, zeg. Heb jij iets nodig van mij, Fernand? Maurice, dat jij zoiets nog maar durft denken, hè? Ja, ja. Nooit zou ik onze vriendschap durven misbruiken om daar zelf profijt aan te hebben. Nooit, hè? Nee, nooit. Onze vriendschap. Maar, oh, Maurice, natuurlijk, we zijn toch voor elkaar gemaakt. We passen toch bij elkaar gelijk, hè? De dikke en de dunne. Ja, je hebt er in ieder geval het postuur al voor, hè? Ik zeg altijd, als jij mijn vriend wil zijn, dan zit daar een rukje aan. Ja. Maurice, je gelooft me niet, hè? Ja, maar ik begrijp u, hè? Maar ik zal u bewijzen dat ik het meen, hè? Ja, maar ja, ja, ja. Je gaat van mij nog verschieten. Oh, maar zeg gerust, dat doen we nu al. Ja. Hey. Hola, wat doen we? Sinterklaas geweest. Ik heb die pop voor Mark gekocht. Ja. Ja, de workshop was niet onmiddellijk een succes. Ja, die vloedvrouw die had een piek op mij. Ja. En waarvoor dient die pop? Wel, Mark moet voor die pop zorgen alsof dat dan een echte baby is. Ah, Bieken, is dat nu echt nodig? Zeg, allee, wat gaan de mensen wel denken? Ja, maar, hey, ma, pas op, hè. Die poppen die worden gebruikt in verpleegopleidingen. Ja, ja, en die doet alles wat een echte baby doet. Ja. Ja. Brabbelen, aan, een flesje zuigen, pamper vullen. Mok blijten. Ike, help. Nee, Mark, dat moet je alleen doen. Ja. Maar misschien heeft hij wel kaka gedaan. Oh, ja, schat ik. Allee, wat moet je dan doen? Ja, oké. Voorzichtig. Denk dag, welke volwassen vent speelt er nu met poppen? Jij? Ja. Met die opblaaspop van onder uw bed? Je bent like kapot! Zeg, hoe heet uw kleine feitelijk? Ah, Bart. Van Bart van de Simpsons, hè? Hallo! Ja, maar er ontbreekt precies iets aan uw Bart. Ja. Ja. Zijn fluit! Nee. En de nummer 11 hier van de matrakken dribbelde André. Hè? Dat was... Ja, en hij kwam alleen voor Xavier. Nu, wat moet er gebeuren? Mark, ja, dat is hier geen kindercrash, hè? Ja. Moet dat nu? Ja, maar trainer, als jij honger hebt, dan eet je toch ook? Ja, ik probeer hier nu een analyse te maken van onze vorige match. Ja? Dus, ik herhaal. Hè? En is het lekker, mijn manneke? Yummy, 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 yummy. Hallo, hey, hier brandt de lamp wel, hè, maar wat zeg? Ja. Godsnaam, trainer. Kan dat niet een beetje stiller? Sebes, wilt die kleine niet meer eten met al dat lawaai? Ja, hé, hey, zeg. Oh, ja. Flink gegeten, man. Ja. Bravo. 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 Kom, als iedereen hier nu terug de aandacht bij het bord kan houden, alstublieft. Ja, dank u. Nu een boelje laten. Ja, het is nu waar. Hij wil nog een Xavier proberen. Ja. Tintje niet weten. Hey. Hoor, misschien zo. Nee, Xavier, dat gaan we zo niet doen. Kom, zo, kijk. Oh ja. Zo, en zo. Ja, kom. Hij heeft nu gegeten, hè? Geboerd. Ja. En misschien ook, hè? Ja, leg hem nu maar te slapen. Ja? Hoi, hoi. Maar nu? Hoi, ja. Ja, misschien. Misschien heeft hij ergens pijn. Ah, of krampjes, dat kan ook. Ja. Wat denk jij, Paul? Wat ik denk? Ja. Wel, dat denk ik, zeg. Jepla! Oh.
Opgepast! Opzij! Verrassing! Oh, sorry. Zeg, Fernand, ik heb hier alles juist gekuist. En wat is dat? Ah, dat is een cadeau voor mijn goede vriend Maurice. Een 28-delige encyclopedie. Alleen de letters Q en X ontbreken. Maar ja, dat stond toch niet veel in. Neem maar terug mee, ik ken die toch volledig uit het hoofd. Oeh, dat kan toch niet, zeg. Weet je hoeveel bladzijden dat zijn? Hier, bladzijde 262 van de letter G gaat verder met het woord gladiool. Ik citeer, er zijn 180 variëteiten die voorkomen van het Middellandse Zeegebied tot West-Azië en Zuid-Afrika. De bloemen zijn tweezijdig symmetrisch en hebben een gekromde bloemdekbuis. Fuck, dat is toch niet normaal? Allee, kom aan, je hebt Maurice gehoord. Pak alles terug mee. Maar verstaat je dat nu niet? Maurice, ik wil uw vriend worden. Ja, maar hij de uwe niet. Oké. Ik inviteer u op een verzoeningsdiner. Om het even waar je me wilt. Echt om het even? Ja, waar, wanneer, hoeveel, kan me niks schelen. Ik zeg altijd, iedereen verdient een tweede kans. En sommigen zelfs een 121ste. Oh, merci, Maurice, mijn vriend. Je gaat er geen spijt van krijgen. Nee. Hé, waar is het konijn? Waar is het konijn? Hola, hallo. Ja. Als ze zo klein zijn, zijn ze toch lieve, meneer? Ja. Wat is het? Een kindje. Ja, ik bedoel, is het een jongen of een meisje? Een meisje. Bart. Bart? Een beetje een vreemde naam voor een meisje, niet? Ja, ik weet het. Maar ik had de naam al gekozen toen ik zag dat het een meisje was. Wij zijn twee vrienden. En ik. Twee dikke vrienden. Jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar. Ook al worden wij een beetje een rare, hè? Dat is mijn huisbaas. Hey, manneke. Ja, zeg, hoe oud is Bart eigenlijk? Ah, dat hebben ze er mij niet bij verteld. Ah, ze is niet van nu. Toch wel. Maar je weet niet wanneer ze geboren is? Nee, ze komt uit Amerika. Ah, ze is geadopteerd. Nee, gekregen van mijn vrouw om mee te oefenen. Oei. Ja. Als Bert weent, dan moet ik er gewoon de batterijen uithalen. Maar dat zal bij u niet lukken, zeker? Goed. Hé, hey, gaan wij eens een papje drinken? Ja, hè? Kom. Zo. Hè? Ja. Bye. Ja. En de jongste zoon was Victor Jean-Baptiste Corneel, de latere Monseigneur Scheppers. En dit kasteel was bedoeld als buitenverblijf voor de familie. En na de dood van zijn vader erfde de toenmalige kanunnik Scheppers het domein en het kasteel. Wie was hij, die monsieur Schepper? Die richtte kloosterorden op en hij zorgde voor scholing en voor de armen. Hier op Tivoli gaf hij persoonlijk les aan de kinderen uit de buurt. En hij werd daarvoor in 1856 benoemd tot geheim kamerheer van de paus. Wist je dat kunstpaus Jan Faber in 1990 150.000 bikken heeft leeggeschreven op het kasteel, hè? Helemaal in blauwe bik, 3.000 vierkante meter. In het park staat een kunstwerk van Louis Neefs. Je weet wel, van Jennifer Kent. Dat is me echt gesmaakt. Wat is hier? Allee, kom aan, die laat er nu zo'n volk om soep staan, zeg. Zeg, wat is dat voor bloel? Zo brengt het dessert maar, hè. Toch gezellig, hè. Zo'n etentje onder vrienden. Mensen zouden wat meer moeten kunnen doen. Voor mij mag dat bij die ene keer blijven. Ah ja, uw lijn, hè. Schoon marchandise. Fernand! Zeg, heb je al gezien hoeveel er hiervan staan? Die ene gaan ze niet missen. Zet dat terug, of ik vertel het aan de garçon. Vrouw, geen verstand van commerce, Maurice. Ah, dat blanche van mij. Ja. Zeg, garçon, is dat al chocoladesaus dat je krijgt?
Bonnie en de Seven ziet er ook goed uit, hè? Laat ik het van proeven. Af! Maurice. Ja, voor mij is iets moeten doen. Ik heb problemen met mijn duivenkot. Ik heb daar in de tijd geen aanvraag voor gedaan. Ja, je weet hoe dat gaat, hè. En nu heb ik horen zeggen dat jij dat moet controleren. Ik kan u niet helpen, Fernand. Maar dus, je gaat uw beste boezemvriend toch niet in de steek laten, zeg. Ik trakteer u toch op een etentje, hè. Geen plezier is toch het andere waard. Maurice, vriend. De wet is de wet. Vriend. Kom, Pascal. Ja, Maurice. Ja, Maurice, wacht! Profiteur! Slippendrager van de burgemeester! Ik maak u kapot! Ik maak u kapot, 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 kapot! Maar een knappe beer, toch? Dat is niet goed voor uw hart, dat je zo opwinden. Als je niks kan kopen, bol het dan maar af, hè, madame... Madame Zizi, van Baar Tropicaal. De baar voor zo'n knappe vent zoals jij. En hier is pak aan. Wat kan ik voor u doen, hè, madame Zizi van de Tropicaal? Wel, ik zoek wat lampederkes voor mijn etablissement. Rooi. Ja, die moet ik hier wel ergens hebben staan, maar waar, hè... Hey, dat is meneer Maurice. Allee, ken jij die? Ja, spijtig genoeg wel, ja. Jij ook? Oh, ik ken die van binnen en van buiten. Oh, dat is een crème van een vent. Ja, een crème brûlée, zeker. Maar bedoelt je dat Maurice bij u in de Tropicaal? Ja, mijn meisjes waren zot van hem. Uren hebben ze samen doorgebracht. Echt, oh. Weet hoe dat ze hem noemden? Het boormachine. Het boormachine? Het boormachine is aan boren, zie ik. Nee, Fernand, ik kan u niet helpen met uw duivenkot. Duivenkot? Ja, maar ik kom hier niet voor mijn duivenkot, hè. Allee, toch niet rechtstreeks. Is madame Pascal er niet? Nee, die is naar de pedicure. Ah, zeg, maar dan heb je geluk, hè. Want als ik haar vertel over uw boormachine... dan moet ze misschien direct naar een handspecialist. Mijn boormachine? Wat valt daar nu over te vertellen? Het schijnt dat ze daar zo wild van zijn in een Tropicaal. Hoe weet je dat? Voor je een vraag, maar voor mij weet. Fernand? Hoe weet jij dat? Rustige vriend. Wel, mijn beste kostuum, hè. Madame Gizzi heeft me dat verteld in geuren en kleuren. Geen woord hierover tegen Pascal. Geen woord, hè? Tegen niemand. Verstaan? Daar valt over te klappen, maar voor wat hoort wat. Met de beste wil van de wereld. Ik kan die bouwovertreding niet door de vingers zien. Trouwens, de brief voor de afbraak is al onderweg. Ik kan niks meer doen. Oké, okay, boormachine. Boort dan nog maar wat verder. Zolang dat je nog moogt. Of kunt. Hallo, hallo, hier zijn we weer met Radio Romantica, de zwoelste hiersop en wij bij uw Radio Hallo. En beginnen doen we met The Wicked Game van Chris Isaak. Paard, nu niet, hè. Papa moet werken. Ja.
kom. Amai, balken, je staat zo bronstig. Mijn gedacht, het is tijd voor mijn vierenruchtje. Niet zo snel, balken. Niet zo snel. Nee, niet zo snel. Wat dacht je van een muziekje? Een muziekje. Om in de stemming te komen. Om in de stemming te komen, zeker dat. Haha, juist mijn favoriet. Chris Isaac. Ken hem? Chris Isaac. Bart, alstublieft. Wacht, ik zal uw favoriete liedje spelen als je niet meer weet, oké? Okay? Klein kleuterke? Zo kan ik niet werken, zeg. Oh. Ik ben mijn klein kleuterke, zegt ze. Ik. Pascal kan mij niks verwijten. Ze is een moderne, breeddenkende vrouw. En die gaat dat zeker verstaan. Ah, Pascal, ik moet u iets zeggen. Ja, doe dat straks maar. Ja, maar ik... Wat dat ik nu te weten ben gekomen... Ja, ik ben er zelfs nog niet goed van. Je kent André. Hé, André van Marleen, van Rita en Roger. Ze wonen naast Frida en Freddy van Jan Stek. André van de bank. Ah, André. Ja. Wat is daarmee? Marleen is erachter gekomen dat André naar de meisjes van plezier ging. Ja, en niet één keer, hè. Week in, week uit, jaren aan een stuk. Allee, van Boma kun je zoiets verwachten. Maar toch niet van een bankdirecteur. Wow. Maurice? Ja, misschien had André wel een goede reden om daar binnen te gaan. Oh, een goede reden? Zoals? Misschien moest hij daar zijn voor zijn werk. Misschien ging hij daar gewoon de interest storten. In natura zeker. Oh, er is geen enkele goede reden om naar zo'n huis te gaan. Oh, moest ik zijn vrouw zijn, hè? Ik smeet die direct buiten, goed geweten. Allee, zeg, André, zo'n deftige man. Ja, dat zou nu net hetzelfde zijn moest jij zoiets doen. Allee, dat kun je dat toch niet voorstellen? Ik, nee. Ben ik zo blij dat ik met u samen ben en niet met die viezerik van een André. Ja. Hij snoeze kan. Wel, wat moest jij mij nu vertellen? Ah, ja, Pascal, ik... Ja? Ik moet... Hey. Mijn boormachine. Ik ga wegleggen. Geduld, Bart. Papa werkt aan een oplossing. Zo. Zo. Hier. Voilà. Tijd voor een proefritje. Zo. Hop. Leuk, hè? Precies, de paardenmolen. Oei, is die stijl genoeg? Ik zal het een standje in ogen zetten. Hop. Goed, hè? Oei. Nog over. Voilà. Oei. Mark, alleen laat mij eens binnen. Nu niet, Bieke. Ik heb het te druk. En waar blijven die spaghetti's? Oh, die komen eraan.
Ze komen eraan, Bieke. Zeg, is alles in orde met Bart? Ah, ze is juist klaar. Nee. Sst, ze slaapt juist. Sst. Ai. Ja, de wereld is klein. Ja. Ik ga maar binnen, ik kom direct. Ja. Hè. Ah, hier is het. Een boormachine. Maurice, ik heb gezien dat madame Pascal achter haar aan het oog staat. Fernand, nee. Je mocht dat niet zeggen. Je weet wat u te doen staat. Dat is uw laatste kans. Nou, ik heb u toch al gezegd dat ik er niks meer kan aan doen. Tja, in dat geval heb ik geen andere keuze. Ach, je maakt mijn toekomst met Pascal kapot. Ik smeek u. Doe het niet. Ik wil niet storen. Doe er rustig voor. Oh, amai, Xavier. Dat was een vluggertje. Dat weet ik niet. Een dagschotel, Pascal. Of maak er ineens twee van. Ja, nee, stop. Drie. Ja, wat is het? Gaat dit een drank vliegen? Sjoeke, ik drink om te vergeten. Ik wil het niet. Maurice, wat dat is lang geleden. Hier blijf ik. Zeg eens, wat gebeurt er hier allemaal? Maurice, wie is die vrouw? Ik weet niet, Pascal, ik heb die nog nooit gezien. Maar Maurice, hoe kunnen nu zoiets zeggen? Na al die schone uren die wij samen hebben doorgebracht. Maurice, voor de laatste keer, wie is die vrouw? Madame Pascal, dat is madame Gigi van de Bar Tropical. De Tropical? Dat is een cabardouche voor senioren, mijn gedacht. Daar kom ik niet binnen. En hoe kent u mijn Maurice? Maurice, beter bekend als het boormachine, is haar kind aan huis. Met zijn boorke van vijf. Is dat waar? Ja. Ik denk dat ik dringend een afspraak met mijn coiffeur moet maken. De schande. Wat gaat ons Madeleine daarvan denken? Hoe kun jij mij zoiets aandoen? Ik dacht dat jij een deftige man waart. Maar je bent dan een even grote vetzak als Boma. Goedendag, Pascal. Ja, ik ben in de Tropical geweest, lang voor ik u kende. Ik moest daar een bouwvergunning gaan afleveren. En wij zijn weer beginnen praten. En ik had toen veel problemen met mama en madame Gigi. En haar meisjes die konden heel goed luisteren. Verstaat je? Nee, dat versta ik niet. Dat jij met die slitten naar babbelen, Pascal, babbelen. Van vleeselijk contact is er nooit sprake geweest. Goed zo, man. Babbelen, zeg, laat me niet lachen. Hier, zeg. Boormachine. Boormachine, dat was een bijnaam. Ik had zo'n hele schone grote spiegel gekocht om op te hangen op het plafond. Van Maurice ging die komen ophangen. Maar jij vergat altijd die boormachine, hè? Ah, dus jij hebt nooit... Seks, nee. Oh, dat is spijtig. Maurice, eerlijk. Ik zweer het op de as van mijn moeder. Ach, het is daarom dat mijn meisjes zo zot van hem waren. Oh, ja. Dat is zo geen vies ventje als al die ander. Het is u vergeven. Maar in het vervolg zit het daar geen voet niet meer binnen, hè. Man. Fernand, je weet toch dat we volgende week uw duivenkot komen afbreken? Over mijn lijk, hè? Mag ik nog eens kijken naar de kleine Bart? Maar nee, Doortje, ze slaapt juist. Nee, schatje. Nee, Mark, ga ze opzij. We gaan eens zien, hè. Mark, wat is dat? Ik heb een klein accidentje gehad in de keuken, Bieke. Ziet er misschien niet uit, maar nu weent ze wel niet meer, hè? Ja.
pakken. Bernard, kom naar buiten. Wij doen enkel onze plicht. Bernard, doe nu niet moeilijk. De politie is hier ook. Als u niet overgeeft, bestormen wij uw duivenkop. Ja. Mij overgeven. Samé, ik schiet er nog liever allemaal dood. Bedankt dat je met de afbraak begonnen bent, Fernand. Ja. Wij zullen het van hier wel overnemen. Ja. Man. Nee, die wc.